Goedenavond, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag 26 augustus. Mijn ene laatste werkweek. Volgende week moet ik nog een weekje werken en dan vakantie. Yay! Dan gaan we lekker naar Spanje. Daar heb ik heel veel zin in. En als ik in Spanje ben, dan vlog ik een jaar. Volgens mij is dat die donderdag, volgens mij, als wij er zijn. Dan, ik heb het in mijn agenda gezet, dan ben ik een jaar op YouTube. Dus dat is wel leuk om dat daar te vieren, zeg maar. Nu ben ik druk bezig met editen. Ik heb de weekendvlog net geëdit. Die staat nu in de render. En dan wil ik de weekvlog. En dan de weekendvlog doe ik er gelijk achteraan. Want ik moet daarna ook nog een filmpje ondertitelen. Tenminste, een begin maken. Want dat krijg ik natuurlijk nooit af voordat ik naar bed ga. Het is nu al 9:15. Dus ik moet eerst maar eens kijken hoe ver ik kom. Maar ik ga er wel een beginnetje aan maken. En ondertussen zit ik hier op mijn tablet YouTube te kijken. Want ik kan nu niks doen tot die klaar is. Maar als je... Ja, dat vergt best wel veel van je computer. Dus dan doe ik liever even een filmpje hierop kijken. Dan heeft die computer even alle power om dat er doorheen te jassen. Maar het is wel grappig. Dan zit ik hier op mijn tablet en dan wil ik wat doen. En dan pak ik mijn muis. Ja, dat werkt natuurlijk niet, hè. Maar goed. Ach. Heb ik nog bijzondere dingen deze week? Jazeker. Morgen is papa jarig. Dus dat is gezellig. Morgen begint ook het kaarten weer. Dus daar gaan we ook naartoe. Woensdag ga ik met Cas en een vriendinnetje van Cas. En mijn vader met z'n viertjes naar Duinrel. Dus daar heb ik ook mega veel zin in. Dus dat wordt ook leuk. En dat waren de hoogtepunten wel voor deze week. Het zijn er ook genoeg, hoor. Maar ja, dus dat wordt helemaal leuk. En voor de rest is het prachtig mooi weer. Heb ik alles dicht. Omdat het anders hier te heet wordt. Maar ja, ik vind het wel lekker dat weer. Nog een paar dagen. Want dan wordt het geloof ik alweer minder, helaas. Maar goed, het weekend was natuurlijk ook prachtig. Dus dat was super leuk. Ik ga weer even verder kijken. Goedenavond, het is dinsdag. Ik heb net gekaart. Hoeveel is het vandaag? 27 augustus natuurlijk, want papa is jarig. Gefeliciteerd. Ja, dat heb ik natuurlijk net al gedaan, maar ik weet dat hij kijkt. Vanochtend heb ik even een bakkie gedaan bij Pama. Tim was er toen ook. Robert kwam hem brengen, dus die was er ook nog even voor het werk. Toen heb ik gewerkt. En vanavond voor het eerst weer gekaard. En dat ging eigenlijk best wel goed. Twee goede potten, de laatste wat minder. Maar goed, hè, je kan niet alles hebben. Voor de rest gaat het eigenlijk niet zo. Ik heb verschrikkelijk pijn in mijn benen, in mijn rug, in mijn alles. En daar baal ik heel erg van. Want ik zou morgen met pa en Cas en een vriendinnetje van Cas naar Duinrel gaan. En dat heb ik helaas moeten afzeggen. Want dat zie ik echt niet zitten met dit lijf. Dus dat gaat hem helaas niet worden. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dus papa gaat alleen met die twee. En dan ga ik even kijken wat ik ga doen. Maar ik ga nu eerst een poosje gewoon plat liggen. En dan zakt het hopelijk vanzelf weg. En dan zien we morgen wel weer verder. Dus nou ja. Meer heb ik voor nu ook even niet te melden. Ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Het is donderdag vandaag. Even zo doen. Kan ik even steunen. Ja, donderdag vandaag. Gisteren heb ik een dagje niet gevlogd. Ik had er een beetje de pest in. Ik zou natuurlijk gisteren met papa en Cas naar Duinrel gaan. Nou, daarvan had ik al gezegd. Dat ging niet door. Maar oh, ik had zo'n pijn. Dus ik heb vooral ook gewoon regelmatig even gelegen. Want als ik lig, dan heb ik er dus geen last van. En nou ja, gewoon een beetje gehangen die dag. Dus nou ja, dan ga ik ook niet vloggen, want er is geen zak aan. Vandaag lijkt het iets beter te gaan. Dus nou, ik hoop dat dat zo blijft. Ik ben net even bij pa en ma geweest, want die jongens zijn er. En ik ben vandaag vrij, want ik moet zaterdag werken. Dat komt ook echt één keer in de 100 jaar voor. Maar zaterdag op een beursmarktachtig iets werken. Dus
Daardoor ben ik vandaag vrij en ik ga vandaag lekker eventjes vakantieboodschappen doen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in, tenminste vakantieboodschappen. Even naar de Action, even naar de Ethos zit daar in de buurt. Gewoon even wat dingetjes halen, zoals weggooipas, handjes, paracetamol, zonnebrand. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus jullie gaan dat zien, wat ik ga kopen. Dus dat ga ik straks even doen. Het is nu al 9:15 denk ik of zo. Ja, ik heb lekker rustig aangedaan, want ik moet nog ontbijten. Dus dat ga ik eerst nog eens even doen. Zo, ik ben terug van de Action en de Ethos. De tas staat daar, want ik wil er heel graag een, in de vlog een shoplog van opnemen. Maar, oh, nee, hoor maar. Het is van Boren overgegaan in Timmeren. Nou vind ik dat op zich minder hinderlijk dan Boren. Maar om nu zo die shoplog op te nemen is dat ook weer een beetje... Dus ik wacht er nog heel even mee. Ik ga nog heel eventjes kijken of het misschien vanmiddag wat minder wordt. Het is nu pas 12:30, dus ik heb nog tijd zat. Kijken of ik hem vanmiddag dan eventjes kan opnemen. Dus ik laat het nog maar even in de... Oh, je ziet hem niet meer. Ik wou zeggen, ik laat hem nog wel even in de tas zitten, de spulletjes. Ik heb alles voor de vakantie gekocht. Dus, nou, dan ben ik daar in ieder geval klaar voor. Nu maar hopen dat hij snel ophoudt. Ja, ik kijk iedere keer naar boven, omdat ik denk dat het boven is. Maar het is eigenlijk beneden. Ja, het geluid lijkt van boven te komen. Maar het is hier pal de woning onder, waar ze aan het verbouwen zijn. Ik mag toch hopen dat het nu eens een beetje aan het eind komt, want... 4 weken vind ik wel heel erg lang. Zo, nou, het geboor is... Het getimmer is minder. Dus ik hoop dat het nu even zo blijft. Dan ga ik jullie even laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb hier een hele grote Big Shopper vol. Is niet allemaal voor de vakantie, maar grotendeels wel. En een beetje voorraad ook. Maar veel is wel voor de vakantie. Deze niet. Ik heb een cadeautasje gekocht. Die vond ik super leuk. Papa is natuurlijk eergisteren jarig geweest. En morgen viert hij het. Nee, gaat lekker zo. Zaterdag viert hij het. En we hebben een gezamenlijk cadeautje. En dat heb ik besteld. Dus dat ga ik hierin inpakken. Dan heb ik gekocht papieren zakdoeken. Bij de Action. En die pakjes vond ik gewoon leuk met al die kleurtjes. En er staat bij dat het pure soft is. Dus dat dat ook voor je neus gewoon lekker is. Dus deze zijn niet voor de vakantie. Maar schoonmaakdoekjes. Die heb ik 2 keer. Dan heb ik een hele vracht van deze. Dat zijn natte washandjes. Die gebruik ik heel veel. En daarvan... gaan er 2 naar mama, want die wilde er ook 2 hebben. Ik heb er geloof ik 7 in totaal gekocht. 5 voor mijn eigen voorraad. En 1 daarvan gaat ook mee op vakantie. Dan heb ik gewone weggooiwashandjes gekocht. Die gaan ook mee op vakantie. Ik heb een tandenborstel gekocht. Daarvan weet ik nog niet zeker of die mee gaat op vakantie. Want ik heb ook nog iets anders gekocht. Dat ga ik jullie zo laten zien. Dit is dat andere pakje van die doekjes. Dan heb ik bij de Action gekocht wc-spul. Duidelijk niet voor op vakantie, maar gewoon voor hier. Nat toiletpapier. Ook altijd handig voor onderweg of zo. En dan niet voor op vakantie, maar gewoon omdat ik het leuk vond. Mascara. Ik vond het zo grappig. Sowieso dat het roze mascara is. Geen idee of dat er überhaupt uitziet. Ik vond het gewoon leuk. Dus die wil ik even openmaken. Om te kijken... hoe dat eruit ziet. Want daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Want het is dus een tubertje. Het is ook echt zacht.
Ja, het ziet er wel uit als mascara inderdaad. En het is roze. Nou, als ik het een keertje opdoe, dan zal ik het wel eens laten zien. En als die leuk is, gaat hij mee op vakantie. heb ik dan nog iets bij de Action? Ja, want deodorant heb ik nog gekocht bij de Action. Ik moet dat even zo doen, anders stelt hij niet scherp. Ik heb bij de DM laten meenemen, maar die vond ik niet zo fijn. Dus ik heb nu deze geprobeerd. Dan heb ik niet per se voor op vakantie multivitamine meegenomen en extra vitamine D. Vier flesjes Coca-Cola Zero, want die waren in de aanbieding. En dan heb ik nog deze meegenomen. Dit leek me zo leuk. Dat is een all-in-one traveler kit. En daar zitten allemaal shampootjes en weet ik het wat in. Dan kan ik dat misschien meenemen. Dan hoef ik dat niet allemaal mee te sjouwen. En daar zit dus... Oh ja, hij is wel schattig. Ook een tandenborstel in. En volgens mij zit er dan ook nog een tandenstoker in. Zie je dat? Wat grappig. Ik moet ze openmaken om te kijken of dat echt zo is. Oh nee, nee, dat is niet zo. Dat is gewoon de binnenkant. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het is... als die er al heel uitkomt, dan heb ik mazzel waarschijnlijk. Want het is echt heel dunnetjes. En, maar goed, maakt niet uit. Dan zit erin, dat vond ik ook wel leuk. Hier zitten wattenschijfjes 7 en 10 wattenstaafjes in. Nou ja, als ik daar dan nog wat extra wattenschijfjes bij doe... Is dat toch leuk? Kijk, en die wattenstaafjes zitten er ook in. Ik vind dat wel grappig. Wat is dit? Ah, tandpasta zit erin. Dit is douchegel. En even ruiken. Oh. Niet even ruiken, want hij zit dicht en dat wil ik graag zo houden, want dan, dat is beter voor onderweg. Body lotion, die zit denk ik ook dicht, ja. Dit is handcreme en die maak ik wel even open, want die neem ik toch niet mee. Ik gebruik nooit zoveel handcreme. Doe dit niet na hoor jongens. Kan ik even aan die handcreme ruiken. Hoe die ruikt. Het heeft een hele neutrale geur. Eigenlijk ruik je hem bijna niet. Dan hoop ik niet dat dat met de rest ook zo is. Nou ja, anders kan ik altijd nog andere meenemen. Maar dan. Make-up reiniger. Face wash. Dus dat is ook handig. En dit is shampoo. En dit is body mist. Nou, die moet toch wel ruiken, zou je zeggen. Nou, dat vind ik ook tegenvallen. Je ruikt er ongeveer niks van. Terwijl het... citrus... zou moeten zijn. Nou, ik hoop niet dat het een miskoop is. Maar ja, ik vind het dan zo leuk, hè, dit soort dingen. Nou, dat was het wat betreft de Action. Toen ben ik dus nog naar de Ethos geweest. En daar heb ik vooral nuttige dingen gekocht. Nee, ik heb alleen maar nuttige dingen eigenlijk, hè. Maar medicijnen nuttig, zeg maar. Dit is wax wat ik heb gekocht. Het eigen merk.
Dan heb ik ORS poeder. Als je uitdroogt. Paracetamol. Verzachting voor als je een muggenbeet hebt. Anti-insecten spray. Diarree remmers. Kortslipcreme. En dat. Oh, en uiteraard zonnebrandcreme. Een spraytje. Nou, dat is wat ik voor mijn vakantie aan nuttigheden heb gekocht. Wat ik zeg, het gaat niet allemaal mee op vakantie. En ik zal het ook niet allemaal opmaken op vakantie. Maar ja, het is gewoon wel nuttig om te hebben. De buurman bedankt dat hij niet weer is gaan boren. En ik ga eventjes deze hele zooi opruimen. Goedenavond, het is vrijdag en je ziet het goed. Ik heb mijn nieuwe bril opgehaald. Ik kreeg gisteravond, toen lag ik al op bed, om een uur of 11 of zo, kreeg ik een mailtje dat ze binnen waren. Dus ik heb allebei mijn brillen tegelijkertijd op kunnen halen. Dus ik zal jullie ook even mijn zonnebril laten zien. Dit is dus mijn gewone bril. En dan heb ik hier mijn zonnebril. Die vind ik ook super leuk. Ja. Bruine glazen erin laten zetten. Dat vind ik wel het rustigst aan je ogen, zeg maar. Dus nou, die kunnen mee op vakantie. Voor de rest heb ik een hele drukke dag gehad vandaag. Oh, misschien moet ik mezelf even filmen en dit niet allemaal tegelijk willen doen. Voor de rest een hele drukke dag gehad vandaag. Ik heb zeg maar vanochtend begonnen op locatie 1. Toen naar locatie 2. Toen op locatie 3 spullen opgehaald. En toen mijn brillen opgehaald en toen naar huis. Dus nou, aardige dagje onderweg. En die spullen heb ik opgehaald voor morgen, want morgen moet ik werken. Voor één keertje op zaterdag. Er is morgen een festival hier in Loosduinen en daar staan wij ook met mijn werk. Dus dat wordt heel gezellig. Mijn hele gezellige collega, dus helemaal leuk. Maar we hebben dingen, folders en dingetjes om uit te delen en zo. En die moet ik even ophalen vanmiddag. Dus morgen om 10 uur heb ik met hem afgesproken. 11 uur begint het. Dus dan hebben we nog even tijd om het boeltje op te starten. En dan gaan we het zien. Dus ik ga bij deze een eind breien aan de weekvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zit op 299. Oh, die video met Sarah heeft me weer even een lekkere boost gegeven. Dat vind ik heel fijn. Dus ik heb er nog één nodig voor de 300. Dus please, doe dat alsjeblieft. Zou ik echt heel leuk vinden. En dan zie ik je weer in de volgende weekendvlog. En die begint morgenochtend. Tot dan!